Hallo en welkom bij het tweede deel over deze serie videodemo's van jQuery Mobile. Mijn naam is Peter Kassenaar. In deze demo kijken we naar wat je eigenlijk kunt met jQuery Mobile. Wat kun je allemaal maken op het moment dat je je websites gaat optimaliseren voor mobiel en gebruik maakt van dit framework? Nou, er is een mooie site voor, die heet jqmgallery.com. Die vinden we hier, die is ook bereikbaar vanaf de homepage van jQuery Mobile. Ik heb een aantal voorbeelden al op een rijtje gezet. Deze staat niet in de gallery, maar hij is wel gemaakt met jQuery Mobile. Bijvoorbeeld de mobiele site van IKEA. Als u daar doorheen bladert, dan krijg je al een indruk van ja, wat je zou kunnen maken met een jQuery Mobile site. U kunt bladeren naar de producten. Bijvoorbeeld een spiegel. Pak eens een serie spiegels. En dan ziet u daar een lijst met producten die wordt gekozen. En ja, er zijn een aantal kenmerken die u veel zult zien terugkomen in jQuery Mobile Sites. Zoals hier bovenin staat een headerbalk, daaronder staat een knoppenbalk met een menu daarin. En er wordt hier gebruik gemaakt van lijsten. Er zijn gewoon foto's gebruikt met productkenmerken. Dit is allemaal niks meer of minder dan gewoon HTML. Iets anders, ook in Nederland is de dierenzoeker gemaakt, een onderdeel van ZEP, van het Klokhuis, de jeugdprogramma's op de Nederlandse televisie. Je kunt hier op basis van gedrag en van wat je van een dier weet, van waar leeft het, waar lijkt het op, kun je gaan zoeken in de database met dieren en kun je uiteindelijk een dier vinden. Ja, ook deze site is voor een groot deel gemaakt op basis van jQuery Mobile. In ieder geval de user interface. U herkent ook weer, ja, toch dezelfde lijsten, in ieder geval hetzelfde idee. Het ziet er uiteraard anders uit dan bij IKEA. Maar het idee is wel hetzelfde, dat er een lijst is gemaakt waarbij je kunt doorklikken naar detailpagina's. Dat is typisch iets voor jQuery Mobile. En tot slot kijken we even kort naar een andere site die ook aanwezig is in de jQuery Mobile Gallery. Dit is een Engelse site van een Engelse makelaar. Ja, en ook hier weer, u ziet al het typische kenmerk van jQuery Mobile. Het komt heel goed tot zijn recht op tablets en op smartphones. Stel bijvoorbeeld dat je een huis zoekt, dan zou je hier een term kunnen invullen. Het is een Engelse site, dus ik vul een Engelse term in. En eens even kijken wat er in Londen te vinden is. Of zo een aantal huizen die deze makelaar aanbiedt. En daar kun je dan ook in details weer doorheen bladeren. Hier is gekozen voor het invoegen van een soort gallery, een slider. Nou, dat zijn componenten die eigenlijk gewoon met jQuery gemaakt kunnen worden en hier binnen een jQuery mobile omgeving worden ingezet. En ook hier weer herkent u bovenin de headerbalk. Dit is het inhoudgebied, het contentgebied met de daadwerkelijke inhoud. En onderin is een footertekst geschreven. Nou, kijkt u eens naar de jQuery Mobile Gallery. Er zijn nog een heleboel andere voorbeelden aanwezig die u zou kunnen bezoeken. Zo krijg je in ieder geval een idee van wat je na afloop van deze serie zelf kunt gaan maken. Tot zover deze korte inleiding. Wilt u meer weten over de boeken uit de Web Development Library? Dan is daarvoor een aparte website beschikbaar. We zijn ook op Facebook aanwezig en de serie wordt uitgegeven door Van Duren Media. Dus neemt u daar ook eens een kijkje als u daar interesse in hebt. De volgende stap bestaat uit het maken van een basispagina.